Ho. Werk niet mee, jongens. Ja, hij staat. Hey Brent, mafkees. Wat kostte mijn haar? Mijn haar was duur. Sporten ging goed. Hey Maurice. Verdomme, ik kan niet 500 dingen tegelijk. Matthijs. Smakelijk, dankjewel. Dat is die zak. Ja. Kom een beetje friet brengen. Ja, Brent is goed. Kom ruim. Hoi, Ashwin. Alkmaar. Ja, ik ben naar Alkmaar. Kut. Was het duurder dan 300? Weet niet. Ja, ik eet altijd in de auto. Timo, wie is Timo? Vanavond bel ze in Amsterdam. Nee, maar ik ben niet thuis vanavond. Kom de volgende keer wel. Kom je uit thuis hoor? Nee, ik heb mijn haar daar laten doen. Heb je ook een McFlurry? Nee. Ik ga je nu slomer eten. Laat mij gewoon genieten van mijn eten, jongens. Jeetje. Joe, is goed, Marisoi. Waar woon je? Ik woon in Brabant. Bijvoorbeeld. Welke in Alkmaar ben je? Weet ik niet. In Alkmaar bij het langste. Waar de KFC in alles zit. Waar de KFC in alles zit? Weet ik veel. Genieten van je eten, ja. Ik ga weer. Fijne avond. Fijne avond. Hoe lang blijft mijn nieuwe haar zitten? Mijn nieuwe haar blijft. 6 maanden. Anderhalf jaar zit het totaal. Ik ga liever niet met die kut uit. Oh, sorry. Ik pak even dat borrelnootje. Ja, wat. Stessie! Er is nog één in Alkmaar. Nou, hi schat! Thanks Nienke! Kijk helemaal uit naar zondag, ja tuurlijk. Wil je verkering? Nee, sorry. Wacht, hoe ga ik dit doen? Naar voren bukken. Ja. Hé, wat doe je? Weet niet. Ga maar weer terug. Hé, ik zweer, mijn auto valt uit elkaar, hè? Ik heb corona, ai. Oh, godverdomme, dat klinkt er niet bij. Ja, maar ik moet die hebben. Hoe lang ben je? Ik ben 1,57. Waar heb je je nagels aan? Ik doe mijn nagels altijd zelf. Ja, Brent, kom jij maar naar Mallorca. Waar woon je in Brabant? Ik woon in Veghel. Ja, Ashwin, stel jij een vraag dan. Doe je ook nagels van andere mensen? Jazeker. Jawel, ik moest heel erg wennen aan mijn haar. Want mijn haar is natuurlijk best wel lang geworden. En het hing ook heel veel achter in mijn broek en in de play en alles. Dus ja. Nee, niet Mallorca. Kom gewoon naar Mallorca, Brent. Hm.
nieuwe set nagels is 35 euro bij mij. Wil je reageren? Ja, opeens. Ik ben niet een vekker bij de McDonald's. En mensen, er bestaat tegenwoordig ook gewoon een wasmachine, hè? Nienke, kom maar. Doe maar even een appje sturen. Dan doe ik je nagels wel even. Zit op de kinderzitten? Ja, ik zit altijd op de kinderzitten, anders ben ik te klein. Ik kan een gat voor het regenen. Hé, wij wijden het bijna van de snelweg af. Ga je nog reageren? Ja, sorry hoor, maar ik lees niet alle vragen. Doe maar DM, dat is goed. Hoe lang ben je? Ik ben 1,57. Doe mijn auto heel later. Ja, sorry. Doe maar DM, stuur. Als je naaks wilt, dan DM maar. Dan... Zal ik via daar even reageren? Via mijn nagelaccount, hè? Die staat in mijn bio op Instagram. Hoe lang zijn de boys van Ex on the Beach? Hoe lang? Ja, hoe groot? Ja, best groot allemaal. Maar dan ben je jarig, 21 april. Ja, is goed, Ashwin, ik ben onderweg. Ja, dat is goed, Brent, app maar. Hey, lieve schatten, ik mag helemaal niks zeggen over mijn situatie met Dusty, dus... jullie kunnen dat de hele dag vragen, maar ik ga toch niks zeggen, dus... Sylvie? Iemand zegt, hoi Sylvie. Oh ja, mijn wimpers trouwens. Daar krijg ik nog toevallig een vraag over. Ik heb van mezelf natuurlijk hele lange wimpers. Dus ik wil jullie best wel vertellen hoe ik mijn wimpers doe. En dat ga ik jullie ook allemaal laten zien. Alleen, ik kan niet beloven dat het net zo uit komt te zien als, ja, als bij mij. Hey Davy! Waarom kijk je naar een kind wat vlag om mee? Huh? Is toch een kind een hond? Eeuw. Hoe is het dan? Ja, goed met jou? Wat doe je in het dagelijks leven? In het dagelijks leven werk ik bij Basic Fit en ik heb een eigen schoonheidssalon. Joey, noem mij dikke. Ja, is goed, jongen. Werd er voor je gekookt daar? Ja, Dave, ik zag het op Instagram. Echt super schattig. Ga jij nog wat doen? Ja, ik ben vanavond met vriendinnen. Morgen ook. En zondag extra op de beach kijken bij mijn zus. Dus. Welke basic werk je? Ik werk in Veghel. Bij de Basic Fit. Wat vind je van Shani? Ja, Shani is mijn vriendinnetje. Waarom is deze zo bruin? Is dat altijd? Ja, is nieuw. Denk ik. Hoe is die zo klein? Klein? Die is normaal te groot, toch? Niet? Wordt een goede aflevering, ja, dat denk ik ook. Favoriete scheldwoord? Heb ik niet.
Ik ben heel verstaard met schelden. Als jij het gelooft. Als jij het gelooft. Oh. Nou, het is helemaal ding valt uit elkaar. Heb jij ook een Big Mac? Ik heb John gewoon genegeerd. Wat? Ik heb genegeerd. Sorry. Ik heb John. Door al dingen. Oh ja. Waarom eet hij altijd zo fucking kut? Door die. Oh, lullo. Ja. Godverdomme. Ik probeer ook een knop te gaan maken. Waar doe je ook maar? We waren even bij de deur, ik zweer het. Bij... Kut, alles valt oeh, uit. Het knapt helemaal kapot hier. Ja, dat is goed. Davy, veel plezier met je kindje. Maar het is wel mijn bek gekomen. Nou, dit gelooft echt top. Je moet ook nog zonder dat je die dingen ziet zitten. Die zie je niet. Zie je het hier niet? Nee. Je voelt het wel, maar je ziet dat niet. Oh ja. Oké. Met wie ik ben? Ik ben met mijn zusje. Auw. Oh. Auw. Jezus. Werd alles gefilmd, ja. Er hingen overal camera's. Zelfs op de wc en tijdens het douchen. Laat je zusje zien. Kom even een beeld van, hè. Ja, ik ben niet zo lenig. Doe gewoon even zo je hoofd. Hoi. Hoi. Dit ding plucht uit elkaar, jongens. Oké, we zijn wel live, hoor. Papa vraagt wat wij in Alkmaar doen. Wij zijn bij Bianca geweest. Bij Bianca geweest voor Federare. Tim Diebel, ze vraagt hoe heet je zusje, want die heeft op mij ook opgepast. Tim. Nee, Tim, dat was mama. Mama deed altijd op jou en Lars samen oppassen. Wanneer gaan we op date? Zit je dan mee dat je zo klein bent? Nee, echt absoluut niet. Ik ben liever 1,60 dan 1,80 of zo. Mag ik een foto zien van je zusje? Ik zal straks een foto op Instagram zetten. Op mijn verhaal. Blijven jullie nog lang in Alkmaar? Nee, wij doen even eten en dan rijden wij door naar huis. Want we moeten echt nog 2 uur naar huis. Je geeft me honger, vriendin. Ja, kom maar, Lin. Kom maar eten. Hier. Wat? In mijn toetel. Je hebt echt een Udes accent. Ja, kom maar uit Brabant. Udes accent, zo. Hé, bemoei je ze allemaal even niet met hoe ik eet. Ik eet toch gewoon lekker hoe ik zelf wil. Laat mij gewoon traag eten als ik dat wil. Wat? Moet ik mijn geluid uitzetten of wat? Ja, ik kapot sloom omdat ik al jullie vragen wil beantwoorden, slimmerik, hè? Ja, ik lach, dat klopt. We hebben ook een heel fotoboekje van jou gemaakt toen. Kom, Sam, patat of friet? Ja, friet, wat dan man? Ik kwam laatst een foto met Tim nog samen tegen. Echt? Ja, we hebben vroeger film laten kijken met een ander meisje of zo. Een meisje?
Ja, dat was van Evie. Hij is toch de gekste! Kutzooi. Dat ik met Evie een film aan het kijken was, ook met haar zusje van Evie. En dat Tim er toen als baby bij lag. Auw. Van waarvan zijn je ringen? Ik weet niet waar deze van is. Die is van SSS. Ticento is deze van. Deze. En die andere twee zijn van Boeddha te Boeddha. Oh, ik zal dit er ook nog ophalen. Gast. Wat is mijn liefdesstatus nu? Daar mag ik helemaal niks over zeggen. Waarom heb je extensions? Ja, dat vond ik leuk. Vond ik mooi. Ik ben er ook heel blij mee. Hoe lang ben je? 1,57 nog steeds. Oeh, is koud. Hoezo mag je niks over je liefdesstatus zeggen? Nou ja, omdat het programma nog niet voorbij is, hè? Hoe ken je Lynn? Ik ken Lynn via Instagram. Ik werk dinsdag, donderdag en af en toe de zondag bij Basic Fit. Kan je ook stilzitten? Nee. Ik heb ADHD. Oeh, ik heb een brainfreeze. Thanks, Bo. Word je vaker gekend? Ja, best wel. Wat? Ik heb brainfreeze. Met een milkshake. Ja, dat is koud. Nou, lekker op jou moet ik het nou, jongen. Wat drink je? Ik heb ijskoffie. Ja, vertel eens, wat eten en drinken jullie altijd bij het McDonald's? Ben ik wel benieuwd naar, want iedereen die vindt natuurlijk zelfs lekker. Waarom zou je zo vaak teruggaan naar Dusty? Nou ja, liefde maakt blind. En als jij iemand echt leuk vindt, dan, dan geef jij iemand gewoon veel kansen. En dan, dan doe je dat. Oh ja, Big Tasty, visburger. Sorry. Wil je nog een piercing? Nou, mijn piercings zijn er door mijn operatie uitgegaan. Dus die wil ik wel nog opnieuw laten schieten, ja. Kijk, zie je dat ik er rood in heb? Zo'n rode gloed. Ja, dat dus. Oh, maar dit is koud. Ik had de piercing in mijn navel en in mijn oor, maar die zijn eruit. Oh, lekker. Counterpounter. Counterpounter. Wat voor operatie? Ik had blinde darmontsteking. Nu heb je zelf brainfreeze. Nee, Kelly, het is gewoon koud in mijn mond. Ik heb geen brainfreeze. Wat voor sieraden heb je om? Ik kom bij Brabant. Ik heb 3 armbanden, horloge, mijn oorbellen en mijn ringen. Kom. Een counterpounter. Een counterpounter? Ik heb een dickpic van iemand ontvangen. Welke Boeddha te Boeddha ring heb je om? Dit is de Nathalie, die dikke, en die andere weet ik niet welke dat is. Mijn horloge is van Michael Kors. Hé, hey, mijn schoen is vies, dat is kut. Mensen niet meer mij lijken.